yo, gast, goed je kijkt naar een gloednieuwe video. En vandaag zijn we terug met een ander soort video. Namelijk, ik ga mijn hele team verkopen. En de reden ervan is, aankomend weekend heb je volgens mij alle beste tots zitten in de pakketjes. Dus ja, dan moet ik gewoon een goede score neerzetten in de WikiLeak3was. En met dit team gaat het, ja, wordt het riskant. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het wordt riskant, zeg maar, dat ik dan weer Elite 3 half, Elite 2. En ik wil zeker nog een keertje gaan proberen met het team. Alleen aan een ander weekend, misschien de week erop in ieder geval. Dat het wat, ja, mindere spelers in het pakketje zitten. In ieder geval, dit wil ik allemaal gaan verkopen. Dan gaan we een nieuw team maken. Sowieso met Messi erin en met Gomez erin en met Iso erin. Elisic, weet ik niet zeker. Maar ik ga nu even snel het team verkopen en dan gaan we het team maken. Dus let's go! Yes, dus alles is momenteel aan het verkopen. Neres en Donnie van de Beek is natuurlijk een tradable. Deze gaan de bank op ook meteen. Ik heb gisteren Alkiyatti, die zie je eigenlijk niet meer erbij staan, linksonder. Die heb ik ingezet voor die League One, noem het, League One gegarandeerd pakketje. En dit heb ik eruit gekregen, dat is echt fucking ziek. Kijk, dit heb ik eruit gekregen. Ik was echt super blij mee. Ja, als je me op Instagram volgt, dan weet je natuurlijk al. We hebben Lala eruit gekregen en dat betekent dat ik ook mijn favoriete speler, mijn favoriete totspeler, elk jaar zit mijn favoriete totspeler en ik blijf hem elk jaar houden. En dit jaar heb ik hem nog niet gebruikt en dit jaar, en dus wil ik hem eigenlijk in de aankomende week gaan gebruiken. En elk jaar is hij nu te hard en zijn statistieken, ja, dan denk je van moa, dat valt eigenlijk wel mee. Maar hij is elk jaar, ik weet niet, hij zit altijd op de goede plek, hij zit altijd op de goede plek. Dat is nu toe, met FIFA 17 zo geweest en FIFA 18 zo geweest en ik verwacht eigenlijk ook met FIFA 19 dus. Ik ga hem gewoon gebruiken. Ik wil hem heel graag linken met Lala. En hier denk ik dat we dan uiteindelijk Verana moeten neerzetten ofzo. Ik heb geen idee wie we daar moeten neerzetten. Daarnaast kunnen we ook nog Messi en Gomez samen linken. En we hebben ook nog Iso. Deze moeten we ook nog ergens erin zien te verwerken. Ik moet ook heel erg bekennen, ik heb al eventjes lopen puzzelen. En dit is het geworden nadat ik een beetje gepuzzeld heb. Het is ongeveer geworden wat ik het liefst zou willen maken. Ik hoop eigenlijk dat ik iemand anders dan Maldini daar zou kunnen gebruiken. Want het is gewoon 700-800k die Maldini en ik denk dat er gewoon betere spelers zijn. Ik zal even in game laten zien hoe ik het liefst zou willen staan. Ik weet niet, ook niet wat ik over zou houden trouwens. Zo zou ik in game willen staan als het zou kunnen. Ja, zo zou ik in game willen staan. Daar komt niet eens meer uit. Zou willen staan inderdaad. Messi op cam, Gomez in de spits of aan de rechterkant. Thauvin, Sofie, Iso links. Of sowieso rechts bedoel ik. En Dombeleza zag er ook best wel oké uit. Ik weet niet of die op de markt is trouwens. Zo best wel, denk ik. Ziet er best wel prima uit. Dus, en Dombeleza zou ik willen gebruiken. Hij heeft high. Maldini twijfel ik over, maar ik heb geen idee wie ik er anders zou moeten neerzetten. Dit bij elkaar is ongeveer 2 miljoen. En dat zou betekenen dat ik nog 200.000-300.000 munten over heb. Daarom zou ik het liefst iemand anders gebruiken op de positie van Maldini. Maar ik heb echt geen idee wie. Als jij een idee hebt, laat me natuurlijk weten in de comments. Ik ben echt super benieuwd, want ik heb echt geen idee. Als ik Maldini niet hoef te gebruiken en misschien iemand anders zou kunnen neerzetten, heb ik misschien wel 700.000, 800.000, misschien wel 1 miljoen over om een lekkere speler aan de linkerflank te halen. Want dit team ziet er gewoon hartstikke dik uit. Ik denk dat ik hier echt wel heel blij mee mag wezen als ik hiermee zou kunnen spelen. In ieder geval, help mij in de comments. Ik heb dus 800.000, ja, ik heb nu 300.000 over van linker positie. Je mag het ook helemaal omgooien als jij denkt van Tony, dit is veel beter. Help mij, stuur mij een link in ieder geval in de comments en dan kan ik het via Fitbank ook checken. In ieder geval, Lala is een tradable en jullie weten, de rode kaart is ook altijd een tradable. En naast Donnie van de Beek en David Neres is ook een tradable. Dus, als jij een goed team weet, laat me weten alsjeblieft in de comments. Thauvin, volgens mij spreek ik het uit als Thauvin. Die wil ik sowieso 100% gebruiken, volgens mij is hij echt knijterhard. Elk jaar is hij knijterhard, dus nu zou hij ook gewoon knijterhard zijn. Ik ben gewoon een grote fan van Thauvin. In FIFA ik heb nog nooit in het echt spelen om eerlijk te zijn. Maar gewoon, ik ben gewoon super benieuwd wat jullie denken. In ieder geval, ik denk dat er een betere oplossing zou kunnen zijn voor Maldini. Ja, ik denk dat ik Donnarumma moet ik sowieso gaan gebruiken voor Iso. Iso is ook best wel hard. Dus ik ben super benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. En ik denk, ja, misschien weten jullie een beter team. Of in ieder geval iets in die richting. Laat me weten in de comments. En Hopelijk dat jullie mij kunnen helpen naar een heel goed team. En dat we misschien wel top 100 kunnen halen. Alles ga ik ook weer streamen. Dan komen we het weekend, dus ga je checken. En natuurlijk heb ik morgen ook nog de WikiLeak3was. Dus die komt ook nog erbij. Dus zou ik ook rond de 2,5 mil ongeveer het team kunnen samen eromheen gaan bouwen. Om Messi heen en Iso en Gomez en zo. Dus, WikiLeak3was komt ook morgen online. Ga je checken. En ik wil in ieder geval iedereen hartstikke bedanken als je het hebt gecheckt. En als je me wil helpen met mijn team, alvast super bedankt. En ik ga zeker naar kijken. En ik laat het team wat ik ga maken, laat ik weten op mijn Insta. Dus, ga dit checken. Ik hoop dat we echt een ziek team kunnen bouwen. Dus, hopelijk. Tot de volgende keer. In ieder geval super bedankt voor het kijken allemaal. Drop een like, blauw duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk op de channel. En we gaan gewoon knallen. En hopelijk de bond halen met dit hele zieke team. Dus, peace.